Een hele fijne manier om dag te starten. Ik weet niet goed waar ik moet beginnen, of ik vind het lastig, of ik kan het gewoon niet volhouden. In het begin ja, was het bij mij ook een beetje af en aan. Absoluut niet lekker, die knip ik echt, dat krijg je niet door mijn keel gewoon. Ik moet zeggen dat ik het idee heb dat het echt werkt. Sporten zie ik nu op een heel andere, in een heel ander daglicht. En dan gebruik ik meer gewicht. En dan zie ik dat ik dat ook gewoon kan. Het zijn gewoon allemaal leuke spelletjes voor even tussendoor, of even, ja, als je even een break wil in je dag. Hoi en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe FitAddicts video. Zoals je ziet, vandaag even een andere setting. Het komt omdat het redelijk een donkere dag is. Dus ik denk, ik ga lekker bij het raam zitten. Want dan heb ik wat meer licht. Maar ja, ik wil het vandaag met je gaan hebben over 8 healthy habits. 8 gezonde gewoontes die me de afgelopen tijd zoveel hebben gebracht. En waarvan ik echt zeg, ja, als je dit soort dingen in je leven integreert, dan kan het gewoon je leven niet alleen makkelijker maken, maar ook ja, bevorderen op allerlei vlakken. Je bent gewoon meer organized, je voelt je prettiger, je mindset is rustiger, meer positiviteit in je leven, meer ritme, meer structuur, wat weer doorslaat in heel veel andere vlakken van je leven. Dus ik zou zeggen, laten we lekker induiken en met de allereerste healthy habits beginnen. Allereerste wat ik nu al langer dan een jaar doe, is iedere dag, iedere ochtend even een momentje voor jezelf met meditatie. En meditatie is gewoon een hele fijne manier om je dag te starten. Het zorgt ervoor dat je even een moment voor jezelf kan pakken, voordat je ja, de drukte ingaat, zeg maar. Want zodra je je laptop opent, of je nou thuis werkt of op kantoor, dan begint het gewoon. Of misschien heb je wel kinderen, waardoor je je dag eigenlijk sowieso al best wel druk en met allerlei dingen tegelijk start. Dan is het gewoon heel fijn om even 's ochtends dat momentje voor jezelf te pakken. Even dat momentje van rust en even tot jezelf te komen. Ik heb een aantal meditaties die ik fijn vind. Dolly heeft een aantal meditaties. Ik zal hier wel even in beeld zetten welke meditaties. Die luister ik regelmatig. Maar je hebt ook meditatie-apps bijvoorbeeld. Volgens mij van Headspace heb je die. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon op YouTube dingen opzoeken waarvan jij denkt, hey, ik zoek een meditatie voor een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld om meer rust in je hoofd te krijgen. Of misschien ervaar je nu veel stress, waardoor je denkt, oh, ik zou echt lekker willen ontstressen. En voor mij, het heeft al even een tijdje geduurd voordat ik echt meditaties had gevonden die ik fijn vond. Het kost soms even een tijdje om een meditatie te vinden waar jij je prettig bij voelt. Maar als je eenmaal een fijne playlist hebt gevonden of fijn iemand hebt gevonden die goede meditaties geeft, dan ja, kun je die gewoon steeds blijven volgen. Ook kan je met een meditatie heel fijn een intentie voor jezelf zetten. Als er dingen zijn die verwerkt moeten worden nog, kan het op dat moment verwerkt worden. Omdat je dan even bewust dat momentje voor jezelf neemt. Daarbij ben je ook echt even aanwezig bij jezelf. En kun je ook luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft. Want soms hebben we bijvoorbeeld bepaalde krampen. Of dat je nek ineens vast zit. Of dat je iets geks voelt in je lichaam. En door meditatie te volgen en door daar even bewust bij aanwezig te zijn. Dan kun je, ja, ik weet niet, het komt gewoon intuïtief, zeg maar. Dan kan het zich meer oplossen, zeg maar. Want vaak wat we doen, wat ook heeft te maken met emoties en met emotie eten en eetbuien en dat soort dingen, dat heeft er ook weer een connectie mee. Maar vaak wat we doen als we de emoties voelen, is dat we ze wegdrukken. Maar juist door meditatie en even een bewust momentje nemen voor dat gevoel of voor dat gekke pijntje of iets anders wat we in ons lichaam voelen, kan dat zich juist oplossen. En door dat aandacht te geven, bewust aandacht te geven, ja, kan dat een plekje krijgen en kun je echt voelen wat er speelt in je lichaam. Dan de volgende, waar ik het net al even over had. Journaling. Journaling is echt, nou, heel veel mensen zeggen, ja, ik weet niet goed waar ik moet beginnen, of ik vind het lastig, of ik kan het gewoon niet volhouden. In het begin, ja, was het bij mij ook een beetje af en aan, zeg maar, dan schreef ik wel weer wat, dan schreef ik niks. Maar alle ins en outs over journalen, ik wou hem toch even hier vermelden, maar ik heb laatst dus een hele waardevolle video gemaakt over journalen en wat het je allemaal kan brengen. Dus ik wil zeggen, check die vooral ook eventjes. Ik zal hem hierboven eventjes linken. Dus kijk die vooral even, want ja, er zit gewoon heel veel waardevolle informatie in. En daarin leg ik je precies uit hoe je kunt starten, wat de beste manier is en geef ik je een aantal makkelijke manieren om te kunnen starten. En dan de derde. Sapjes en smoothies. Nou, je hebt me ongetwijfeld, als je me volgt op Instagram, maar ook hier, zie je dat ik regelmatig smoothies maak. Nou, dat is echt mijn go-to ding op dit moment. En als ik geen smoothie maak, dan neem ik een freshe sapje. Nou, die heb ik de afgelopen tijd wat minder genomen, merk ik. Want ik probeer mijn voorraad, zeg maar, wat langer te laten meegaan. Maar vaak wissel ik het af.
neem ik geen smoothie, dan neem ik een sapje en andersom. Ja, dat bevalt wel heel goed. En die smoothies maakte ik vooral ook om gewoon ja, genoeg vitamine en mineralen binnen te krijgen natuurlijk. Maar ook om mijn eiwitniveau omhoog te krikken. Want ik heb dus laatst zo'n pot personal protein gekocht. Wat ongezoet is, maar je kunt het zoet maken met die flavor shots zeg maar, die erbij zitten. Alleen merk ik dat toch niet heel chill vind. Omdat daar allemaal chemicals zitten, neppe suikers. Daar gaan mijn darmen gewoon totaal niet goed op. En ja, ik merk gewoon dat ik daar dat ik dat liever niet meer tot me wil nemen, zeg maar. Dus ik ben overgegaan op toen die natuurlijke eiwitshake. Die volgens mij zit van... Wat was het? Orange Fit. Die had ik geprobeerd. Nou, daar had ik ook een review van gemaakt. Gewoon hier op YouTube. Link hierboven. Alleen die vond ik dus ook... Absoluut niet lekker. Die kreeg ik niet door mijn keel gewoon. Maar nu doe ik één schep unflavored isolaat van personal protein. En dan doe ik dus een half schepje. Een heel klein beetje ervan doe ik daarbij. Dus om die unflavored shake zeg maar wat smaak te geven. Nou, dan is die op zich wel te doen. Maar ik vind het nasmaak en zo vind ik ook echt niet lekker. Dus ja, maar dat is al een persoonlijke voorkeur. Want er zijn genoeg mensen die het waarschijnlijk wel lekker vinden. Maar goed, ik kwam op dit onderwerp omdat die smoothies die ik altijd maakte, deed dus altijd een schep unflavored eiwitpoeder aan toe. Dat proef je niet, maar dan krijg je wel zeg maar extra eiwit binnen. En ja, kun je gewoon lekker een smoothie drinken die heel veel goede voedingsstoffen bevat en dus ook genoeg eiwitten. En vooral nu ik wat intenser train, zoals je in mijn vorige video, nee de video daarvoor alweer, had kunnen zien, ja, is het heel belangrijk om genoeg eiwitten te consumeren. Dus dat werkt top. En mocht je nou zoiets hebben van, nou, die freshe sapjes, dat lijkt mij ook wel wat. Zou ik ook wel graag willen proberen. Nou, daar heb ik een kortingscode voor, hier in beeld. En ik heb ook een linkje in de beschrijving staan, waarmee je, ja, 15 euro korting kunt krijgen op je eerste bestelling. Dus maak daar vooral gebruik van als je er benieuwd naar bent. En ik gebruik het dus gewoon als aanvulling op mijn dagelijkse groente- en fruitinname. Fruitinname is voor mij is dramatisch, want ja, ik lust het gewoon niet. En het enige wat ik doe is dan 's ochtends, iedere ochtend doe ik citroenwater. Ik moet zeggen dat ik het idee heb dat het echt werkt. En dat ik dus eigenlijk gewoon meer vitamine C nodig heb. Want mijn huid en alles is gewoon veel rustiger. Ja, ik merk er wel wat verbetering in, dus dat is een heel fijn aspect. Dus ja, groente en fruit voor mij is gewoon een struggle en het helpt me gewoon heel erg om dat niveau op te krikken. En die smoothies helpen daar ook bij. En dan de vierde, sporten en workouts doen. Sporten zie ik nu op een heel andere, in een heel ander daglicht. Omdat eerder was het altijd sporten voor gerichte doelen, krachttraining, spiermassa opbouwen of afvallen of droogtrainen of kutten. Hoe je het ook allemaal wil noemen. Ik heb heel veel verschillende journeys gehad. En toen had sporten echt gewoon meer een betekenis zo van knallen en alles geven en alles voor de resultaten. En nu is het gewoon meer als ik sport en als ik lekker beweeg, dan zit ik gewoon ook veel lekkerder in mijn vel. En sporten en workouts hoeven voor mij nu niet echt meer per se een krachttraining workout in de sportschool te zijn. Maar het kan ook krachttraining thuis, een dansworkout, wandelen, ringfit, noem maar op. Er zijn heel veel verschillende manieren. Ringfit heb ik trouwens al heel lang niet meer gedaan. Ik heb wel een review daarvan en die kun je hier bekijken. Maar goed, ja, weet je, het heeft gewoon een hele andere betekenis voor me gekregen. En ik merk gewoon echt dat ik me zoveel beter voel als ik wel gewoon beweeg op een dag. En is het ook gewoon heel goed voor je ontspanning, weet je. Want als je bijvoorbeeld net als mij een kantoorbaan hebt en gewoon veel achter je computer zit, dan is niks fijner dan gewoon lekker aan het eind van de dag of gedurende de dag gewoon even onderbreken en even sporten. Of juist je dag beginnen met een heerlijke workout. Weet je, even dat bloed laten stromen, even zweten en echt even lekker presteren, weet je, knallen en even het gevoel van... Ja, dat je even goed bezig bent, zeg maar. Weet je, ik heb dan de Apple Watch en die heeft dan van die ringen, zeg maar. Die houdt dan bij, zeg maar, hoe actief je bent gedurende de dag. En als het dan vol is, weet je, dan denk je, yes, weet je, achievement. En dan, ja, dan voel je gewoon gelijk al een stuk beter. Dus ja, bewegen hoeft niet alleen te zijn voor een bepaald doel of voor afvallen of om spiermassa op te bouwen. Maar het kan ook gewoon heel erg fijn zijn als je meer ontspanning wil, gewoon meer balans in je leven en je gewoon overal gewoon beter wilt voelen. En daarbij is krachttraining natuurlijk ook nu ik een nieuw schema heb, vooral ook jezelf pushen, weet je, kijken tot hoe zwaar je kan gaan, wat je lichaam allemaal aan kan, wat je lichaam allemaal kan. En dat soms dan ben ik alsnog gewoon versteld, weet je, want toen ik nog niet met een schema trainde, toen merkte ik gewoon dat ik veel minder gericht aan het trainen was. En nu heb ik wel een schema. Nu denk ik elke keer, okay, weet je, ik ga niet het volgende blokje van mijn schema, ga ik weer hetzelfde nummer invullen. Ik ga kijken of ik zwaarder kan, weet je. Ik kan gaan kijken of ik weer een stapje verder kan. En dan gebruik ik meer gewicht. En dan
zie ik dat ik het, dat ook gewoon kan. En als je geen trainingsschema hebt, dan is het altijd makkelijker om gewoon wat lichter te trainen. En niet echt bij te houden wat je precies allemaal doen bent. En gewoon te gaan met de flow. En hoewel dat soms ook fijn kan zijn, merk ik ook nu echt de voordelen van heel gericht trainen. Op fitaddict.nl vind je allemaal gratis downloads. Allemaal trainingsschema's. En kun je kijken van welk schema bij jou past. En dan kun je een begin maken in de sportschool. En dan de volgende, genoeg nachtrust. Genoeg nachtrust is echt zo ontzettend belangrijk. Ik weet wel nog dat ik dagen had dat ik ook gewoon tot 's avonds laat werkte. En dat ik geen vast ritme had in mijn slaap- en leefpatroon, zeg maar. En ja, dat had gewoon op verschillende vlakken wel impact op me. En nu merk ik dat ik heel consistent ben met hoeveel uren ik per nacht pak. En dat ik mijn slaap echt prioriteit geef. Waardoor ik me over de gedurende de dag ook een stuk beter voel. Daarbij is het ook heel erg belangrijk voor je hormonen om ze in balans te houden. De hormonen leptine en ghreline die raken gewoon helemaal uit balans. Waardoor je meer cravings krijgt en meer zin in zoetigheid. En dat is niet echt iets waar je op zit te wachten. Vooral niet als je bezig bent met een gezondere leefstijl. Of misschien ben je wel aan het afvallen. En wees er gewoon van bewust dat nachtrust daarin heel veel voor je kan doen. En als je 8 uur per nacht pakt, dan zul je gewoon zien dat je gewoon veel lekkerder in je vel zit. Meer energie hebt. En als je meer energie hebt, heb je dus ook meer energie en meer creativiteit om gezonde maaltijden te kunnen maken. Om lekker te kunnen sporten en om alles uit de dag te kunnen halen. Dus dat is gewoon iets wat heel erg belangrijk is. Dus zorg ervoor dat je die 8 uurtjes kan pakken. 7 tot 8 uur is iets wat wordt aanbevolen. Dus doe gewoon wat voor jou werkt. En een hele handige tip is om op een vaste tijd te gaan slapen. En om bijvoorbeeld meldingen in te stellen om je eraan te reminden. Als je deze nieuwe gewoonte ook wilt opbouwen. Dus dat zijn mijn tips daarvoor. Dus slaap, onderschat het echt niet. En zorg ervoor dat je het een prioriteit maakt in jouw leven. En dan de volgende, offline activiteiten. Dit is echt iets wat... ik snap eigenlijk niet waarom ik dit al die tijd niet heb gedaan. Want het is gewoon zo ontspannend en zo leuk om te doen. Vooral ook met je partner of met vrienden. Ik heb bijvoorbeeld hier het toevallig liggen. Dit is een woordzoeker. Vind ik heel leuk om te doen. Ik heb volgens mij wel eerder ook in een andere vlog had ik het wel gemeld. Ik heb een puzzel hier liggen. Ik heb memory. En het zijn gewoon allemaal leuke spelletjes voor even tussendoor. Of even, als je even een break wil in je dag. En ik denk dat heel veel van jullie dit misschien ook wel doen. Dat jullie bezig zijn met puzzels of andere leuke dingen. Dus laat me vooral weten, wat doe jij voor een offline activiteit en wat vind jij leuk om te doen? Zelf merk ook dat ik tekenen ook heel leuk vind. Ja, ik hou er gewoon van. En tekenen moet ik wel zeggen, doe ik wel op een iPad. Heel soms op papier, maar het is ook wel een hele, hele leuke activiteit. Echt even je creativiteit vrij loop laten en... ik ben dus heel erg benieuwd naar wat jullie allemaal doen voor offline activiteiten. Dus laat me dat vooral ook even weten. En dan de laatste, een hele belangrijke. Meer vrije dagen inplannen voor jezelf. Voorheen deed ik het nooit. Ik heb allerlei activiteiten en allerlei dingen te doen. En vaak mega druk en allemaal to-do-lijstjes. En voorheen werkte ik iedere dag wel eventjes. Maar nu heb ik echt vaste dagen waarop ik zeg, ik wil bijvoorbeeld de hele zaterdag en de hele zondag gewoon vrij. Dan werk ik niet, dan doe ik niks en dan is er gewoon niks. Dan heb ik gewoon niks aan mijn planning. Dus die vrije dagen hebben me gewoon echt veel meer rust gegeven. En dat voelt gewoon echt heel erg goed om die beslissing zo gemaakt te hebben. En misschien ben je ook ondernemer of heb je het zelf ook gewoon heel druk of veel hobby's of veel dingen te doen. Laat me dan ook vooral even weten wat jij daarin doet en hoe jij jouw weken indeelt. Ik ben heel erg benieuwd om jullie verhalen te horen. Ik ga er persoonlijk heel erg goed op en ik vind het ook super belangrijk om dat meer prioriteit te geven. En als ik kijk naar waar ik ben begonnen en waar ik nu ben, is dat een hele mooie ontwikkeling. Niet meer altijd maar werken en altijd maar die laptop openklappen, maar ook gewoon lekker offline tijd en gewoon tijd voor jezelf. Merk ook dat als je dan echt even die momentje pakt, dat op het moment dat als je weer werkt, dat je echt denkt, ik heb nieuwe creativiteit, nieuwe inspiratie, dit wil ik doen, dat wil ik doen. En dat je gewoon echt ook helemaal full focus aan het werk kunt gaan en gewoon veel lekkerder in komt. En dat waren ze, mijn healthy habits van de afgelopen tijd. Ik hoop dat je hier inspiratie uit hebt kunnen halen, dat je je ergens in herkent. En ik zou graag jullie bevindingen willen horen, jullie ervaringen. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie input. Laat me vooral ook eventjes weten, dan gaan we hieronder verder in gesprek. En ik wil je gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk en informatief vond. Als je dat vond, kan je me dat laten weten door het duimpje omhoog te klikken. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden en dan kan ik daar meer van maken. En vergeet ik vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Dan blijf je als eerste op de hoogte van alle nieuwe video's.
Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je graag weer terug in een nieuwe Fit Addict video.